een en al gezelligheid bij verschillende zorginstellingen waar een bijzondere carnavalstoet langskwam. Eerstejaarsstudenten van Summa Maatschappelijke Zorg trokken hun carnavalstenu aan om eenzame en verstandelijk beperkte mensen te verrassen. Wat vindt u ervan dat ze dit doen? Goed. Ja? En waarom vindt u het zo goed? Ja, omdat het carnaval is, hè. Dus, ja. Leuk. Ja? Wat was er zo leuk aan? Carnaval hou ik wel van. Super gezellig. Ja? Ja. En waarom was het zo gezellig? Ja, muziek, mooi gekleed. Wij doen dit precies omdat onze studenten bijzondere ontmoetingen te laten hebben met de doelgroepen. En ook zich te realiseren dat het niet bij iedereen vanzelf gaat. Wij kunnen allemaal leuk carnaval vieren, maar er zijn ook mensen die misschien wat lastiger vinden om bij een groep aan te sluiten of wat dan ook. En daarom, en het andere doel is natuurlijk dat ze contact maken met de doelgroep waar zij ook mee gaan werken in het werkveld. Ja, leuk. Ja, sommigen schrikken wel een beetje, maar die vinden het achteraf wel erg leuk hoor. Toen we net hoorden dat ik optocht kwam, toen wilden ze graag mogelijk naar buiten. Ja, ze vinden het leuk. Ze vinden het, ja, het is iets anders dan wat ze normaal op een normale dag doen. En gewoon om wat meer vrolijkheid op leven te krijgen in het leven. En daarom gaan we allemaal verkleed als iets met carnaval wat het mee te maken heeft als je eenzaam bent. Na het bezoek trokken de studenten door naar de volgende bestemming. Ze gingen nog langs bij Brownies en Downies en bij ontmoetingsplek Steunpunt PSV.